We hebben hier een patiënt of iemand aangetroffen op straat, lijkt niet te reageren. We gaan de reanimatie starten. We zijn eigenlijk gekoppeld aan een reanimatie. Ja, oké. Goed. We hebben hier een verdachte, die is door de politie neergeschoten ofzo. En die moet dus nu onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis worden gebracht. Tweede ambu ter plaatse. De motor zit achter mij, de motor zit voor mij. Ideaal. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, LSP Duval en More. Dit is David en Jan. Ik weet het niet. Vandaag niet met Wim. Wij gaan op pad met de Los Santos Rescue Division mods in Amsterdam. Ja, dit is Amsterdam. Je ziet het goed. Daar is de 1359. Hou je bekkes. Dat is onze ambu vanavond, vandaag. Ja, dus ik zal even de controle doen. We hebben hem hier moeten ophalen, want ja, gewoon wat kan. We gaan nu naar de post. Groen zit erop en oranje zit erop. Let's go, we gaan richting post waar misschien nog andere ambus staan. Maar misschien ook niet. Who knows, niemand. Oh, oh nee, ik zou wel nog goed. Ja. Ja. Voor de ambu modificaties, en daarmee bedoel ik de scripts, de melding plugins als het ware, pak ik altijd maar iets hoor. Ik pak de ene keer Los Santos Rescue Division, dan pak ik weer de Rescue Mods, dan pak ik weer LSPD EVAR en dan Agency College geloof ik, dan pak ik weer IMS Mod. Dus het is van alles wat vandaag toch. Ik pak weer eens lekker deze, yeah. Let's go, yeah. Zijn er dingen die ik moet melden? Nee. Dit is dus ambulance Amsterdam, Amsterdam. Ja, voor de rest heb ik ook de sirene erop staan, maar die horen jullie wel als we een A1'tje hebben. En dat zit eigenlijk wat ik te melden had. Daar is iets op straat aan de hand. We zullen even rechtsaf gaan. Ja, ik zet nu even knipperlichten aan, maar ik zweer je, dat is echt moeilijk om tijdens het sturen... Oh, een knipperlicht. Ik mag gewoon de rood trouwens. Tijdens het sturen om een knipperlichten te doen. Zeker een spoedrit, dus... Het is even afwachten. Ik wil dat er iemand op de grond ligt, maar ik weet niet zeker. Ja. Hallo. Ambulance. Hoi. Is wakker. Hallo. Hoi. Hallo. Come on, let's go. Rapido, rapido. Lijkt op een reanimatie hier. Oh man, this is awful. Oké, MKA, meldkamer ambulance. We hebben hier een patiënt of iemand aangetroffen op straat, lijkt niet te reageren. We gaan de reanimatie starten. Ja, de reanimatie is gestart. Graag tweede ambulance, ter plaatse. En stuur aan de ook een kuddelvee. Oh, een kuddelvee. En de poker alsjeblieft. Hij is natuurlijk... Waarom zet je zijn kruis te reanimeren? Dat is ongepast, meneer Jan. Kijk eens hoe snel die popo is. Van de bazen. Maar de ambu is ook snel. Daar komt één. En daar blijven jullie zeker staan, hè? Dat dacht ik al. En daar komt twee. Ja, die kunnen we niet aan. Goed. Jij gaat meer doen, of ik ga meer doen dan dat jij gaat doen. Ik ga hem nog wat medicijntjes geven. Negatief. Wedden met deze medicijntjes. Ik ga hem tot leven krijgen. Voila, adrenaline, alles.
allemaal schrijners, geen backup vragen, dat is niet handig. Daarachter ligt er nog eentje, nee, daar loopt er eentje. Op de kaart linksonder zie je een, ik zit nu heel leuk naar mijn scherm te wijzen, heeft echt geen zin. Maar dan zie je een geel bolletje bewegen, dus je hebt geloof ik ofwel rennen, kijk hij leeft! Adrenaline, je weet toch, oplossing voor alles. Je hebt ofwel eentje dus die op de grond ligt waarschijnlijk en eentje die dan, en een dronken persoon ofzo. Goed, even een sit-trapje doen aan de meldkamer. We hebben één persoon hier tot leven gebracht. Die gaan we nu met spoed vervoeren richting het ziekenhuis. Oh shit! Hoe ging dat weer? Ga maar achterin zitten, zo heel leuk, ga maar zitten. Want het is ook echt niet raar dat iemand die net gereanimeerd is weer loopt en zo. Oh, handig. Ik had dat, want weet ik nu weer. Die stoppen dus ook voor dat stop traffic, zeg maar. Maar ja. Ik hoop niet dat ze daarvoor altijd blijven staan. Oh, dat is wel kut, ja. Nu crash je hele mot weer, omdat ik een patiënt hier aflever. Geloof ik, ja. Ik geloof dat die mod nu crasht als hij uitstapt. Achteruit gaan rijden. En... Tuduk! Ja! Toltje. Ja, daar was een fix voor. Of ja, geen fix voor in ieder geval. Gewoon hem op de brancard leggen en dan met de brancard naar binnen lopen, geloof ik. Ik zie jullie dan zo meteen weer als we richting... Of bij post zijn, dat is hier trouwens een look. Dus kom goed uit, tot zo. Zo, we zijn op post, statussen we netjes. En we zijn de enige. Attention all units, citizens report a cardiac arrest on Occupation Avenue. Units respond code 3. Roger, we're heading over now. Roger that. 159 A1 onderweg. We zijn nu gekoppeld aan een reanimatie. Er is al een ambu ter plaatse. Kant Frommes. Oké, okay. Ik wilde net even tegen het verkeer ingaan, maar het past toch netjes. Geef gas joh, waarom gebeurt er niks? Ah, dat is zo'n supervisor. We zijn al de reanimatie gestart, oké. Okay. Hallo, tweede ambulance plaatsen. Hope we got here in time. What's up, my dude? Ik sta klaar met de brancard op ik. Hoe lang ga je door, vriend?
Nothing we can do to save him. Hij is overleden, zeg je? Daar denk ik wel anders over, hoor. We can't lose another. Where's my stash of the keys? Dan gaan we naar een taxi, hoor. Ik hoef geen taxi. Kijk eens, hij leeft weer. Wat doen jullie toch allemaal? Gewoon adrenaline geven, alles, een beetje weet ik veel, zeg eens wat. Ja, gewoon geven hier. Komt helemaal goed. Wat ik nu wel ga doen, ik pak de stretcher en ik pleur hem daar gewoon op. Want dan kan ik tenminste nog met ze naar binnen rijden, zo met die stretcher. Ja. There it is. Kom. Hoppa. Nee, ik hoef geen taxi. Ja, oké, follow me dan maar. Jongen, dan crash je waarschijnlijk weer als we bij het ziekenhuis komen. Maar dat maakt niks uit. Hopelijk pakken we niet weer hetzelfde ziekenhuis. Ah nee, hier om de hoek is een ziekenhuis. Als we daar niet heen mogen, zou dat heel raar zijn. Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Waar ben je? Kom. Ga erin. You got 3 seconds to move your ass. Voila, ik laat je achter, hè, vriend. Nu erin. Hup. Goed. End call it. Hij leeft weer en hij hoeft niet mee. Hij wil niet mee. Ja, we moeten omdraaien natuurlijk als we richting post weer willen gaan. All units, we have requesting an ambulance transport assistance. Code 99, all units respond. Oké, ja, de melding komt binnen als een wat lijkt gewoon op een B-rit. Maar goed, het is binnenkomen als transport gevraagd. In ieder geval een code 99, all units response. Dus ik neem aan dat het gewoon A1 is dan. We gaan het zien, het zal op de landingsbaan zijn. Runway 1. Dus we gaan het zien, misschien tot de Schiphol ambulance twee slachtoffers heeft, waarvan er eentje dus met een andere ambu mee moet. Ik heb echt geen idee. Nee, 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 niet doen, niet doen, nee. Nee, doe nou. Oh, ik ga je al verkeerd. Maar goed, we moeten toch naar de landingsbaan, dus dan kunnen we net zo goed. Jongen, jongen, jongen. Net zo goed voor hier rijden. Hij wil me wel echt heel graag. Het is toch op de landingsbaan, hè? Oh nee. Waarom gooit hij me dan naar runway 1? En via hier kom ik er ook wel. Alleen een beetje omgeheiden, maar kom er wel. Zie je? Kijk, hier is al die brandweer te staan. Ja. Wat is hier dan? Brandweermeeting ofzo? Jezus. Hoi. Dan wordt er een heel vliegtuig geloof ik.
lekker scheuren met het busje, joh. Plaatsen. Aha, hallo. Wat is het verhaal? Vertel. Deze meneer moet worden overgebracht. Wat heeft hij om zijn... Nou, goed, hallo. Ik ben David, of hoe heet ik alweer. Ik ga naar het... het ziekenhuis brengen of zo. Neem je maar plaats. En moet jij mee of wat? Wat is nou precies... Wil jij ook in mijn ambi zitten? Ja, oké. Goed. We hebben hier een verdachte. Die is door de politie neergeschoten ofzo. En die moet dus nu onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij loopt. Dus ik zie geen reden dat dit een A1 was. Hola. Ik zie ook geen reden om nu A1 richting het ziekenhuis te gaan. Hier nog even wezen bijvullen, maar nu weer inzetbaar voor de meldingen. We gaan eens kijken wat het ons nog, ja, de B-rit heeft langer geduurd, nog wat gegeten, noem maar op, je weet toch zelf. En nou ja, nu zijn we weer inzetbaar. Het wordt al donker, het is al donker. Maar dat betekent niet dat het minder druk gaat zijn. We gaan het zien. We moeten rechtsop trouwens. All units, we've got a pedestrian struck on Vinewood Park Drive. Respond code 3. Ja, 159 onderweg. 10-4, copy that. Op deze weg is dat, geloof ik. Ambulance, arrive. A1, aanrijding. Auto X persoon. En ik meen dat het wel... ernstig is, want er is een tweede ambulance ook gekoppeld. Of er zijn twee mannen aangereden. In ieder geval, die ambulance was er ter plaatse, want per direct toen de melding kwam, kreeg ik ambulance aan het zien. Dus ik neem aan dat die toch wel een tweede ambulance heeft gevraagd. Nou, nou die vrije baan ook vrij dan. Tweede ambi ter plaatse. Come on, can everybody move? This fireman needs to go places. Let's go. Maar waar is slachtoffer? Daarachter? Jeez. Ja, dan pleuren, maar uiteraard lekker naast de slachtoffer, niet hier. Move along, please. I really, really need a vacation. Zetje. Ja, een reden van onze koppeling is namelijk een reanimatie van het slachtoffer. Hallo. Ja. Top, ga ze door zou ik zeggen. It's a wrap, bro. They're gone.
Nee joh, die is niet dood. Ik ga er gewoon meenemen. Als het gaat. Oh, sorry. Sorry collega. Oké. Okay. Met spoed gaan we richting hospitaal. En we gaan... Kijk, ze zit alweer. Ze kan de deur alweer dicht doen. Valt allemaal rond mee. Ik heb een politiemotor te plaatsen gevraagd. Twee politiemotoren die me gaan begeleiden richting ziekenhuis. Ik hoop dat dat goed gaat. Recht voor mij komt er al eentje. En hier komt de tweede. Hopelijk knalt ze niet op elkaar. Hallo, dat is één. Zonder helm. En dat is twee, zonder motorbak. En we zijn vertrokken. De motor zit achter mij, de motor zit voor mij. Ja. Die motor gaat wel lekker bumper kleven. We gaan naar de middelste baan. Ja joh, zo bumper kleven van ook een joe niet te duwen. En naar de linkerbaan. Zijn op bestemming aangekomen. Heren, super buikwerk. Bedankt. Alsjeblieft. Goed. Hey mensen, ik heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En ik hoop dat jullie het graag weer vaker willen zien. Laat dan zeker even weten in de reacties. En ik zou zeggen, tot over 2 dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Tot dan. Doei.